Het was de halve finale van Phonix Talent Cloud. Het gaat bepalen welke van de 6 kandidaten die voor me staan meegaan naar de finale. En dat kunnen er maar 4 zijn. Voor me staan Blauwe Uil, Jules, Damn Demi, Kid The Six, Bos en Young Sachi. En van die 6 kandidaten gaan er dus helaas 2 moeten afvallen de week voor de finale. Gelukkig heb ik dat niet hoeven bepalen, maar waren dat de juryleden. Hoofdjurylid Jiri natuurlijk elke week aanwezig. Vandaag bijgestaan door gastjuryleden Gaetan van Trifecta en Leaves. Jullie hebben cijfers gegeven voor de performances van vandaag. We checken de cijfers van deze week met de gemiddeldes die de kandidaten al hadden. En die cijfers gaan uiteindelijk bepalen wie er meegaan en wie er niet meegaan. Ik stel voor dat ik jullie gewoon het woord geef en dat jullie de cijfers geven met de korte toelichting hoe jullie bij de cijfers zijn gekomen. En zo gaan we er ook achter komen wie er dus meegaan naar de finale. Wat dan? Dat we de cijfers gaan doen. Hoor je toch? Hey! Ja, man. Dom. Het werkt niet echt, maar... Oké, nummer 1 is Dos, man. Als, ja, mag ik ook een cijfer... Ja, zeker. Kort toelichting, cijfer. Hey, gewoon, we hebben besproken en we vonden gewoon van... Jij was op dit moment gewoon outrageous, je toch? De manier hoe je pull-up... Je performance, alles was gewoon tip-top. Nummer, het cijfer wat je hebt gekregen was een 9. En gemiddelde is nu een 8, man. Thanks, man. Yes, sir. Doop, Dos is de eerste kandidaat die meegaat naar de finale van Phonix Talent Cloud. Nummer 2 is Kid The Six. Oh, waarom? Omdat ik denk, je hebt ook variatie laten zien. Zeg maar... Je hebt normaal zing je, nu rap je. En iedereen vond het hard, dus vandaag. De hoop tweede kandidaat in de finale is dus Kid The Six. Oh, moet ik het cijfer zeggen ook? Ja, doe maar even voor de vorm. Je hebt 8. Okay. Netjes. Cool, nummer 3, Jules. Hij krijgt van ons een 8 vandaag. En dat maakt dat zijn gemiddelde op 7,3 staat. We vonden hem origineel. Gaf een eigen draai aan de track. En in de finale zouden we je nog meer willen zien performen. Hey, let's get it, ja man. Neem dat mee. Alright, en nu het lastige moment. Want dit is waarschijnlijk de laatste naam die meegaat naar de finale. Ja man. Blauwe Uil, man. Ja. Je ziet toch, Broski, je hebt gemurderd. Dit was sowieso echt een moeilijke keuze, omdat je toch, iedereen ging gewoon hem te deden. Ja, man. Maar jammer dat er zo'n keuze gemaakt moeten worden. Maar je bro, je hebt een 7. Gemiddeld nog steeds een 7, man. Ja. 7. Sterk. Nice. Dan nog even een korte toelichting voor de 2 kandidaten die helaas dus niet meegaan. Young Sachi en Damn Demi. Damn Demi, ik vond vooral jouw tweede stuk vond ik super sterk. Maar het eerste stuk... Pakte mij niet echt of zo. Ja, dat is de reden dat jij een 6,5 hebt. En jouw performance was gewoon... Sachi, jouw performance was gewoon niet daar vandaag. En eerst had je, zeg maar... Dat je uiterlijk is gewoon hard, weet je toch? Dus, zeg maar, je... Hoe noem je dat? Appearance is hard. En dat hielp jou om alsnog in die race te blijven. Maar vandaag was het gewoon matig, weet je toch? Dus vandaar heb je een 5,5. Ja, dat is het, man. De 4 kandidaten die meegaan naar de finale van Phonix Talent Cloud volgende week. Jules, Blauwe Uil, Kid The Six en Dos. En give it up voor alle kandidaten die vandaag hebben performed. En hebben laten zien wat ze in huis hebben. En de afgelopen rondes hebben geperformed. Ik wil Jiri bedanken, hoofdjurylid. Ik zie je volgende week natuurlijk in de finale. Ja, toch. Gaetan van Trifecta, thanks man voor je kennis en voor je tijd dat je hierbij wilde zijn. En Lies... Zo een beetje een vaste gastjurylid. Ja man, ik vind het leuk hier. Toch? Ja, leuk dat je erbij was man. Thanks voor iedereen. Het was Lau. Ja!